Dankjewel, Poepie. Een paar jaar geleden mocht ik een verhaal schrijven met een robot. Een algoritme dat 10.000 Nederlandstalige boeken had gescand en zich zodoende Nederlands had geleerd. Ik typte steeds een half zinnetje in en de robot maakte dat dan af. Op een gegeven moment gebruikte die robot tijdens dat blinde proces het woord neger. Dat blijkbaar in vele boeken die hij had doorworsteld regelmatig voorkwam. Ik zat hiermee in mijn maag, want neger roept in de huidige tijd onmiddellijk een discussie op. Een discussie die ik op voorhand uit de weg wilde gaan door het woord maar gewoon te schrappen. Een beslissing waarover ik toch even moest nadenken. Had de robot het woord nikker gebruikt, dan was mijn overweging een stuk makkelijker geweest, want dat woord heeft een gevoelstemperatuur waarvan iedereen onmiddellijk weet, dat gebruik je dus in bijna geen enkele omstandigheid. Dit weekend nam voetbaltrainer Ron Jans ontslag bij de Amerikaanse voetbalclub FC Cincinnati. Jans, een coach die door velen wordt omschreven als geëngageerd, hippieachtig en zelfs links, zou hebben meegezongen met een Amerikaans rapliedje waarin het woord nigga voorkwam. Dit is in de Verenigde Staten een doodzonde. Witte mensen horen nigger simpelweg niet in de mond te nemen, letterlijk niet. Sinds de jaren 90 moeten niet-zwarte mensen naar dit woord verwijzen als the N-word of racial slur. Deze regel heeft zeer rigide consequenties. Nog maar een half jaar geleden werd er onderzoek gedaan naar de witte universitaire docenten en gelauwerde dichteres Laurie Sheck, omdat zij met haar letterenstudenten een film had besproken over de Amerikaanse zwarte schrijver James Baldwin. Die deed in 1963 in een tv-interview de beroemde uitspraak I'm not your nigger. In 2016 kwam er een documentaire over deze schrijver onder de titel I'm not your negro. In het gesprek hierover vroeg Lauren Sheck aan haar studenten waarom zij dachten dat de makers nigger hadden vervangen door negro. Volgens de regels had Sheck in plaats van nigger moeten spreken van the N-word, maar dat deed ze dus niet en dat zou ook een beetje onzinnig discussiëren zijn geweest. Een nota bene witte studente klaagde Sheck vervolgens aan bij de universiteit, waarna een langdurig onderzoek volgde en de docent uiteindelijk ter nauwernood niet werd ontslagen. Voor ons in Nederland is dit toch allemaal maar moeilijk te bevatten. Waarom mag de ene bevolkingsgroep een bepaald woord wel gebruiken of zingen en de andere bevolkingsgroep niet? Dat riekt toch naar racisme, wordt er dan gezegd. Een verklaring hiervoor las ik bij de Amerikaanse zwarte schrijver Ta-Nehisi Coates. Het is heel simpel, zei hij in een interview. Als ik met mijn vrouw ben en ze noemt mij poepie, dan is dat een woord tussen haar en mij. Wanneer vervolgens een cashière bij het afrekenen mij ook poepie noemt, dan is dat hooglijk ongepast. Tenzij zij inderdaad ook mijn poepie is, maar laten we daar eens niet van uitgaan. Er is maar één poepie en dat is mijn. Er is maar één poepie die mij poepie noemt en dat is mijn eigen poepie. Wat Ta-Nehisi Coates bedoelde was dat sommige woorden in een groep horen en alleen in die groep horen. Zo zit dat met nigger, of ze zitten met faggot of bitch. Ook Amerikaanse taboewoorden. Deze enorme gevoeligheden van de Amerikaanse maatschappij had de empathische mensenmens Ron Jans natuurlijk allemaal kunnen weten, of misschien wel moeten weten. Als dit een Amerikaans radioprogramma geweest zou zijn, The News Incorporated, en ik was druktemaker of pressure maker van dienst, en ik zou het N-word voluit gebruiken, dan was ik op dit moment al ontslagen en kwam ik de komende jaren nergens meer aan de bak. We mogen ons volgens nog gelukkig prijzen dat wij in Nederland wonen, poepie.